Het is 5 juni 1288. Bij het Duitse plaatsje Woeringen vindt een grote veldslag plaats. Er vloeit bloed. Veel bloed. De Brabantse hertog Jan I voert een groot leger aan. Hij vecht zelf mee. En hij wint. Jan I zou de geschiedenis ingaan als de meest heldhaftige Brabantse vorst aller tijden. Maar hij had ook zijn minder stoere zijde. Noord-Brabant maakt 1/3 deel uit van het totale gebied dat Brabant heet. Het grootste deel van Brabant ligt in België, gescheiden door een grens. Maar die scheiding is er niet altijd geweest. Tot het einde van de 80-jarige oorlog in 1648 is Brabant één groot hertogdom. Jan kwam varen, de peerparmant halt triomfant. Het lied Toen den hertog Jan kwam varen is een van de grootste kanshebbers om het officiële volkslied van Noord-Brabant te worden. Kennelijk hebben we iets met die man. We hebben restaurants naar hem genoemd, scholen, verenigingen, bier ook. Ook hier in België. Primus bier. Primus, dat is het Latijnse woord voor de eerste. Hertog Jan de Eerste. Hij leefde van 1252 tot 1294 en is dus 42 jaar geworden. Maar wat voor staat van dienst die man heeft gehad. Op het gebied van heroïek en romantiek is er niemand die aan hem kon tippen. Ik ga op zoek naar een ridder zoals er nooit een ridder is geweest. En hier zou hij begraven zijn, in hartje Brussel. Vroeger stond hier een klooster van de Minderbroeders en de resten van een kerk zitten nog altijd hier onder de grond. Bij opgravingen werden heel wat schedels en skeletten opgegraven, maar hertog Jan zat er niet bij. Zijn graf werd vermoedelijk al in later tijden vernietigd. Om meer te weten te komen over hoe hertog Jan zo onsterfelijk is geworden, ga ik naar de Koninklijke Bibliotheek, hier vlakbij. Meteen net ook achter in de zaal. Nou, ik ben benieuwd. Wat we hier hebben liggen is een handschrift van de Brabantse Jeesten. Een kroniek waarin het hele verhaal van de hertogen van Brabant uit de doeken werd gedaan. Dit is oud of niet? Het handschrift is uit de 15e eeuw. En hierin staat ook het levensverhaal van hertog Jan eigenlijk. Je ziet hem hier als klein jongetje. Hier? Dat is zijn vader, hier in de midden. Ja. Dat is zijn oudere broer Hendrik de Vierde, die eigenlijk hertog had moeten worden. Mm-hmm. Maar dat ging dus niet door. En die jongen, het was, je leest het hier ook, hè, die had al zulke miskwamen en de van zinnen en de van lichamen. Dus die was lichamelijk en geestelijk zo gehandicapt dat hij eigenlijk geen hertog kon zijn. En hier zien we dan ook dat hij in 1267... overdraagt. Ja, de hertogstitel overdraagt aan zijn jongere broer. Dus gekke Henkie, die draagt het vaandel, het wapen van Brabant over aan wat dan Jan de Eerste gaat worden. Ja, helemaal. Hier is zijn zwager, koning van Frankrijk, die hem tot ridder slaat. Weer een piekmoment in zijn leven. Echt. En dat was ook het begin van zijn glorie eigenlijk ook aan het Franse hof, waar hij meer en meer invloed begon te krijgen. De hertog Jan is dus nog maar 15 jaar oud. Dan heb je toch niet zomaar in één keer autoriteit. Hoe komt hij daar dan aan? De manier waarop hij dat doet, dat is eigenlijk door te laten zien dat hij uit een heel belangrijk geslacht stamt. Mm-hmm. Dat de hertogen van Brabant niet zomaar mensen zijn. En dat laten ze zien met stambomen, genealogieën, kronieken. Ja. Voortkomend uit Karel de Grote. En ik zie hier Priamus staan, de klassieke held. Ja, dat is de koning van Troje, daar stammen ze ook vanaf. En dat geloofde iedereen. De Brabantse genealogie maakt indruk. In de 16e eeuw is keizer Karel V er bijzonder trots op dat hij zou afstammen van de Brabantse hertogen. Dit drieluik hangt in zijn paleis. En zo kan hij aan zijn gasten gemakkelijk zijn voorvaders tonen. Hier zien we Philips de Schone, Maria van Bourgondië. Philips de Goede daar. Philips de Goede, inderdaad.
Anton van Bourgondië, Johanna. En dit is onze stoere ridder, hertog Jan de Eerste. En tot zijn voorouders behoort ook keizer Karel de Grote. Ja, dat is de grote Karel de Grote waar ze van af willen stammen. Maar dan gaat het nog verder terug. Ja. Tot aan hier, Carloman, de eerste Brabantse vorst. Creatieve geschiedschrijving dus van die Brabantse hertogen. Maar de harde geschiedenis, die wordt op het slagveld geschreven. Onsterfelijk wordt hertog Jan vooral door zijn klinkende overwinning in de slag bij Woeringen. In het jaar 1288. Hier zie je hem staan, hier zie je hem hakkend zelf, de hertog van Brabant. Dat is allemaal bloed, het is wel een smerige strijd als je dit zo ziet. Ja, en die Brabanders eigenlijk, wat ze hebben gedaan, is in plaats van gevangenen te nemen, wat normaal moest gebeuren, zijn ze gewoon mensen blijven doodslaan. Jee. Totdat er niks meer bewoog. Zo. Dat was niet zo sportief. Maar goed, als je dat maar mooi vertelt, in een mooie chroniek. Dan valt het allemaal mee. Dan valt het allemaal mee. The winner takes it all. Dat is wat je in feite hier ziet. Een indrukwekkende stamboom hebben, allerlei grootse daden verrichten en dat dan vast laten leggen in boeken. Zo kun je eeuwige roem verwerven. En dat lukt hertog Jan. Hier, kijken we eens in het boek over de slag van Woeringen. Daar die banieren voer, daar was hij. Dus waar zijn banier was, daar was hij ook. Hij vocht zelf mee, die dappere man. En even verderop. Hoe stout hij was en de zo fier, dus hoe moedig hij triomfeerde op het veld. Luister maar. In dit edel Brabants land. Dit lied lijkt eeuwen oud, maar het is pas uit 1947. Alleen de woorden Harba Lorifa, die stammen uit de middeleeuwen. Sterker nog, Jan 1 heeft ze zelfs geschreven. Uit het gedicht Eens meien morgens vroegen. Dus op een morgen vroeg in mei. Hij komt dan in een boomgaard, komt drie vrouwen tegen. Prachtige vrouwen. Doe groette ik die algeskoenste, die daaronder stond. Ik liet mine armen al omgaan, doe terzelfde stond. Ik wou de kussen aan haar mond. Hertog Jan is dus niet alleen een glorieus vechter, een koene ridder op het slagveld, maar ook een romantisch dichter. Hij is een man die heldhaftig is en hoofs. Hij is dus charmant, galant voor de vrouwen. Over de heuvels en de vlakke hei, tot aan het Bourgondische land, heerste een hertog met hartstocht van zijn volk, zijn leger, zijn vrouwen en de drank. Slagveldvrijpartij, hun feest in abdij, altijd zelf voorop in de strijd. Zijn levenswijze, zij geniet ervan, zoveel als maar kan, hertog Jan. We zeggen dan wel dat hertog Jan zo galant is, maar eigenlijk staat hij meer bekend als een levensgenieter en als een liefhebber van de vrouwen. Hij heeft in zijn bibliotheek een boek, De Puissance d'Amour. Daarin staat de verhouding tussen man en vrouw op het gebied van de liefde beschreven. Het is duidelijk. Vrouwen, dat zijn de prooien en mannen, dat zijn de jagers. Vrouwen moeten zich terughoudend opstellen in de liefde. Maar mannen, die moeten actief zijn. Of het meisje nou klaagt of krijst. Verleiding, die dus gewoon leidt tot verkrachting. Niet echt hoofdsgedrag dus, niet galant. Maar in de bibliotheek van Jan staan ook andere boeken. En die zijn wel echt een uiting van die hoofse cultuur. Jan is dus echt een hoofsman. Hoofse liefde is een verschijnsel dat ontstaat in de middeleeuwen. Het komt uitsluitend voor in de hogere standen en behelst de bewondering van een edelman of ridder voor een onbereikbare, meestal gehuwde vrouw. Maar ondertussen moet er ook nog maar al te vaak echt gestreden worden. Niet voor de gunst van een vrouw, maar man tegen man. Tegen indringers die je gebied willen veroveren. Tegen familieleden die jou van de troon willen stoten. Of om bondgenoten te hulp te schieten tegen vijandelijke legers. Of om zelf je macht te vergroten. Gaandeweg verandert de manier van oorlog voeren. Het riddergevecht van man tegen man raakt een beetje op de achtergrond. Ridders gaan zich meer en meer verschansen in hun huizen, die zij langzaam omtoveren tot indrukwekkende burchten en kastelen.
En vanuit die kastelen beheersen zij het omliggende gebied, hun heerlijkheid, het gebied van een heer. Veilig en wel woont de heer en zijn hofhouding dan binnen die versterking. Maar vaak is dat niet genoeg. Kastelen worden constant aangepast aan de nieuwe oorlogstechnieken. Zo kan het zijn dat de kastelen die je vandaag de dag tegenkomt er heel anders uitzien dan hun middeleeuwse voorgangers. Zo ook kasteel Heeswijk, waar een latere bewoner, baron van den Bogaarde van Terbrugge, nog in 1874 een speciale toren laat bouwen voor zijn verzameling. Een collectie van schilderijen, porselein, maar vooral ook een collectie van wapentuig, zeg maar. Hij verzamelde alles wat los en vast zat. En dan verzamelt hij ook allemaal van dit soort... Ja, dit lijkt me echt uit de tijd van 1400. Ik ga een beetje terug al. Nou, het is nog in goede staat, maar het zal nog zeer effectief zijn. Nou, dat is echt een zwaard waar wij natuurlijk in onze jeugd ontzettend graag mee hadden gespeeld. Want jij bent hier geboren, hè, op het kasteel? Ik ben hier in 1947 geboren, ja. Wij woonden in het poortgebouw hier. Daar door het raam is duidelijk nog het gebouw met die trapgevels te zien. En daar ben ik opgegroeid. En te midden van het museum dat kasteel Heeswijk toen al was. Maar je hebt die rijke verzameling, al die duizenden stukken, heb jij dus nog gezien? Of jouw vader? Nee, of, waren al weg toen? Mijn grootvader dus wel. Die heeft de tijd meegemaakt dat hier de collectie, zeg maar, in optima forma was. Mm. Ze zijn geveild en van die veiling zijn schitterende catalogen gemaakt en met prachtige foto's. En dat geeft een geweldige indruk van wat er niet meer is, maar er wel toen was. Hier zien we de veilingcatalogi. Zoveel stukken waren er? Ja, dit is één plaatje en natuurlijk in die tijd zoveel. Wel een paar plaatjes stonden in de catalogus, maar het ging om 2.000-3.000 speren, spiezen, hellebaarden. En dan heb je nog ineens over kanonnetjes en malium, kolders en weet ik wat allemaal. En dit is ook een veilinglijst? Ja, dat is eigenlijk een hele mooie, want je ziet er natuurlijk wel heel vervallen uit, helemaal uit de kamer. Die is ook echt flink gehanteerd. Hier is bijgeschreven waar wie die spulletjes gekocht heeft. En wat het heeft opgebracht. Ja. 4.000 gulden voor dit ding? Ja. Uiteindelijk heeft de baron zoveel wapens verzameld dat hij ruimte tekort komt. Vandaar dus deze toren, de IJzertoren, waar hij zijn enorme collectie ijzerwerk opslaat. De wapens die zijn inmiddels verkocht, maar wat nog wel is overgebleven is deze koperen vloer met afbeeldingen van 6 Brabantse hertogen en hertoginnen. Hier zie ik een hele stoere. Ja, dit is natuurlijk de mooie hertog Jan. Niet hertog Jan 1, maar hertog Jan 2. Oh, zijn zoon. De zoon, ja. Och, ik zie wel dat hij van Brabant, de leeuw van Limburg en de leeuw van Brabant heeft verenigd. Brabant en Limburg verenigd in zijn. Hij was tevreedzaam, hè? Vreedzaam zou je kunnen zeggen, maar hij heeft wel natuurlijk een heel stevig zwaard. Misschien wel 2 handzwaarden in zijn hand. Ja. En een zwaard wat uitstekend zou passen in de collectie van kasteel Heeswijk. Hè? De baron laat kasteel Heeswijk dus nog middeleeuwser maken dan het ooit was. Kasteel Heeswijk wordt een plek van waaruit je kunt dromen over lang vervlogen tijden. Toen alles nog mooi en goed was. Ook het beeld van de ridder vertroebelt van zwaardvechtende bruut tot een fijn besnaarde edelman. In de middeleeuwen wordt de zachte zijde van die ridder, van die man benadrukt. En dat gebeurt ook in de 19e eeuw. Hier in een boek. Hertog Jan die zit hier met zijn luid te spelen voor zijn edelvrouw op zijn hof onder een zuilengalerij. Misschien wel net zo eentje hier als bij kasteel Heeswijk. Die 19e eeuwse romantici die vergeten dus eigenlijk dat er in de middeleeuwen, wat toen ook geen pretje was. Ze idealiseren die middeleeuwen. En ach, geeft ze eens ongelijk. Hoe is hertog Jan de eerste aan zijn einde gekomen? Dat is een mooi verhaal. Als er geen oorlog is, dan moet er natuurlijk wel getraind worden door de ridders. Dat gebeurt op riddertoernooien. Eerst zijn die toernooien nog zeer gewelddadig en gevaarlijk. En er vallen dan ook slachtoffers. Maar later komen er regels en de deelnemers moeten een eed afleggen. Men strijdt voor de eer en de gunst van een vrouw. Men verwacht ook van de ridders dat ze tijdens het toernooi zich hoofs gedragen. En bijvoorbeeld ook een minnedicht voor hun vrouwen schrijven. Kolfje naar de hand van Jan natuurlijk. Tientallen toernooien weet hij te winnen. En tussendoor verwekt hij talrijke buitenechtelijke kinderen. Maar dan, 1294, op een toernooi in het Noord-Franse Bar, raakt Jan gewond. Ernstig gewond. Want uiteindelijk bezwijkt hij aan zijn verwondingen. Nadat hij is gesneuveld, wordt hij gekookt. Het losgekomen vlees wordt begraven in de kathedraal van Reims en de botten worden naar Brussel vervoerd. De kist wordt in processie door de stad geleid.
held Jan de Eerste heeft bijna de status van een heilige gekregen. Hertog Jan de Eerste, gestorven in het harnas, om zo te zeggen. Eigenlijk wel heel toepasselijk, want in het riddertoernooi kwamen hoofsheid en heldhaftigheid mooi tezamen. En als er één iemand is die beide elementen in zijn persoon combineerde, dan was het wel onze Brabantse hertog.